Het verhogen van het watertarief moet ervoor zorgen dat de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM kan gaan investeren in onderhoud, vervanging en uitbreiding. Het huidige tarief is volgens minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen al lang achterhaald. De verhoging die per september 2021 ingaat, zal volgens de bewindsman alleen gelden voor de commerciële groepen. De regering heeft sinds juni aangekondigd dat de watertarieven verhoogd zullen worden. Abiyamofo wees erop dat er ook gewerkt wordt aan modellen voor een tariefsaanpassing voor huishoudens. Er is een onderscheid gemaakt, huishoudens en niet-huishoudens, commerciële afnemers. En binnen die groep heb je ook afnemers die het drinkwater van SWM gebruiken als grondstof. Dus voor die groep is er ook een ander tarief of zwembadaansluitingen ook. En bij de huishoudelijke afnemers is er ook een onderverdeling. We zijn uitgegaan van 5 personen per huishoudens. ABS-statistieken geeft een lager aantal, maar wij zijn uitgegaan van 5. Dus dat is wat wij hebben voorgesteld. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen afgelopen woensdag voor aanvang van de raadsvergadering. Op die vergadering zal het besluit genomen worden over het model voor de tariefaanpassing. Abiyamofo geeft aan dat het de bedoeling is om de hele sector te ordenen. Zo wil de regering werken aan het oprichten van een waterautoriteit en moeten bedrijven die water als grondstof gebruiken royalties betalen aan de regering.